Dames en heren, welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van onze virtuele Astro Club lezingen. En het wordt een eerste van een kleine reeks lezingen over waar we eigenlijk teruggaan naar de basis van onze hobby. We gaan het hier dus niet hebben over sterrenkunde in zodanig, maar wel over sterrenkijken, over het waarnemen. We gaan het hebben over hemeloriëntatie, hoe je weg terugvinden aan de hemel. We gaan het hebben over het waarnemen van die maan, van de planeten. We gaan het hebben over welk materiaal te gebruiken, verrekijkers en telescopen. We gaan het hebben over al die diverse disciplines van de amateursterrenkunde, veranderlijke sterren, vallende sterren waarnemen. We gaan het zeker ook hebben over, hoe begin je daaraan? Hè? Dus met andere woorden, het wordt een soort van sterrenkijken voor dummies. U volgt ons? Maar laat ons niet te hard van stapel lopen, niet willen springen voor u nog moet lopen. Vooraleer u begint te dromen van die heel geautomatiseerde telescoop of van die gesofisticeerde camera's, echt de basics, leer de sterrenhemel kennen. Leer uw weg vinden tussen die sterrenbeelden. Leer vooral die sterrenbeelden kennen. En leer ook in te schatten welke sterrenbeelden wanneer te zien zijn. Hè. Dat u niet naar Orion of pakweg de tweelingen gaat zoeken in de zomermaanden, want dat zijn wintersterrenbeelden. Hè. Terwijl in die zomer, dan is het vooral dingen als de schorpioen, als de boogschutter, als de arend. Dat is voor die periode. Hè. Of u gaat de leeuw of de maagd, hè, die moet je in het voorjaar gaan opzoeken. Wel, dat zijn dingen, hè, wat we u ook gaan vertellen vandaag. Nee, u moet dat zelf leren. Hè. Welke trucjes, welke wegwijzers we u ook gaan aanleren, maar u moet het zelf doen. Het is pas door oefening dat u het gaat leren. En dat zal u nadien altijd wel helpen. Zelfs al koopt u nadien zo'n heel geautomatiseerde telescoop, hè, die zelf zijn weg vindt aan de hemel. Maar als u dat al zelf heeft gedaan, als u het allemaal zelf geleerd heeft, dan gaat u dan die des te meer appreciëren wanneer dan die sterrenhoop of die nevel, wanneer dat die dan toch automatisch in beeld komt. En dat is voor mij de allereerste stap. En ik weet, ik ben daar een beetje old school in. En met de prijzen van de telescopen tegenwoordig is dat misschien allemaal minder belangrijk, maar toch, eerst met het blote oog. Stap dan stilaan over op een goede verrekijker. Leer die sterrenhemel ietsje meer in detail kennen. Niet meer die grote lijnen van die sterrenbeelden alleen, maar ga daarin ook nog eens zoeken naar de grotere sterrenhopen, de heldere nevels, de betere melkwegstelsels. En dan pas wordt het tijd voor die telescoop, al dan niet geautomatiseerd. Stapje per stapje opbouwen lijkt mij nog altijd het meest evidente. En behalve die sterrenbeelden terugvinden, wat kan je nog zo allemaal doen met het blote oog? Wel, heel soms, ik hamer er wel op, heel soms is er eens een hele mooie komeet te zien die ook met het blote oog lukt. Maar blote oogwaarneming, dat behelst vooral ook vallende sterren, hè, meteoren waarnemen. Dat behelst ook leer in te schatten hoe dat de planeten aan de sterrenhemel bewegen. U zal merken hoe dat bij Venus echt van dag tot dag dat die verschuiving te zien is. Terwijl je voor een planeet als Saturnus al na een paar jaar nauwelijks het verschil ziet. Ook het waarnemen van satellieten bijvoorbeeld. Er zijn een heleboel, en meer moet ik zeggen, satellieten die te zien zijn. Maar soms zie je daar dan ook helderheidsveranderingen in. Wanneer zo'n satelliet rond zijn as draait, sommige stukken blinken meer dan andere. Wel, dat is vooral met het blote oog of hoogstens een verrekijker waar te nemen. Maar ook bijvoorbeeld een aantal van de helderste veranderlijke sterren. Variabilisten gaan u graag zien afkomen, want dat zijn nuttige waarnemingen. Van dag tot dag of van week of van maand tot maand de helderheid van bepaalde sterren in het oog houden, meten, dat is ook iets wat u moet leren. Het inschatten van de helderheid van de sterren. Dus ook met het blote oog valt er al heel veel te beleven. Maar het grote voordeel van blote oogwaarnemingen is natuurlijk dat u er per definitie niks of nauwelijks iets moet voor aanschaffen. Toch zijn er een paar kleine dingetjes die wel aan te bevelen zijn. En in eerste plaats is dat dan een goede zaklamp. Alleen u zal merken,
In de eerste plaats rood licht. En daar is een heel eenvoudige reden toe. Als u 's nachts wil waarnemen, dan zal u direct merken, u moet uw oog laten wennen aan het donker. En dat is iets dat toch makkelijk 10 minuutjes, een kwartier kan duren. Vooraleer zowel de fysica van het oog, maar vooral ook de scheikunde in het oog zich aanpast aan die weinig lichtomstandigheden. De pupil gaat open tot voor volwassen mensen 6, 7 mm zoiets. Maar ook het netvlies dat zich aanpast. En dan merk je, als je nadien 10 minuten, een kwartier verder, maar eigenlijk na een half uur, na een uur, merk je dat je nog altijd wint. Zelfs na het eind van de nacht merk je dat je steeds beter ziet. Maar als je op dat moment om een of andere reden, om de weg te vinden of om je kaart, je sterrenkaart te lezen, als je dan een klassiek witte zaklamp aansteekt, bent u terug verblind en moet u weer dat procedé gaan doorlopen. Dus vandaar in de eerste plaats rood licht. Dat is trouwens dezelfde reden hè, als u naar oorlogsfilms kijkt, die zich afspelen aan boord van een duikboot. Dan ga je merken dat ze daar in crisissituaties, dan gaan ook alle lichten uit als die ene kerel door die periscoop naar buiten moet kijken en geen last mag hebben van achtergrondlicht. Wel, ook daar gaat dan typisch rood licht aan. Wel, de makkelijkste oplossing voor zoiets is... En vooral de handigste oplossing is zo een koplamp. Hè. Een koplamp, maar dan wel één, pas op, eentje met rood licht. Je hebt dat in een heleboel modellen, maar zorg dan wel voor eentje met verschillende knoppen. Want in de eenvoudigste modellen staat daar dan één knopje. En met dat één knopje moet je wisselen tussen wit licht, knipperend wit licht... En dan pas gaan we naar rood licht. Dus ga voor de betere modellen met verschillende knopjes op. Als je nu vindt dat dat te veel of te moeilijk is als investering, wel de allergemakkelijkste zijn gewoon een achterlicht van de fiets. Gewoon een rood LED lichtje voor een paar euro te koop in elke gamma of in elke brico. En wat deden we vroeger, voordat die dingen bestonden, wel heel eenvoudig. Als je een witte zaklamp had, moest je er een rode folie voor plaatsen. En waar haalde je zoiets? Wel, rode ballonnetjes. Of simpelweg de rode snoeppapiertjes. Dat was de meest eenvoudige oplossing. En naast zo'n goede rode zaklamp is er nog één onderdeel dat ik bijna essentieel vind voor het leren kennen van de sterrenhemel. En dat is zo een planisfeer, zo een draaibare sterrenkaart. Ik toon hier nu de versie van de Vereniging voor Sterrenkunde, om niet te veel reclame te maken voor onze eigen planisferen. Want op Mira verkopen we er ook. En dan niet alleen voor hier, een planisfeer op maat gemaakt voor onze noordenbreedte. We hebben er ook voor diverse andere breedteliggingen. Dus als u gaat waarnemen op de Canarische eilanden bijvoorbeeld, als u gaat waarnemen in Zuid-Afrika, wel ook voor andere breedteliggingen, hebben we geschikte sterrenkaarten. En het idee van zo'n draaibare sterrenkaart is eigenlijk heel eenvoudig. Het bestaat uit twee delen die voor elkaar liggen. Eén, ik zal maar zeggen, vast deel, bij wijze van spreken, waarop de maanden en de dagen aangeduid staat. En een tweede, draaibare deel dat ervoor zit, met een uitsparing, met een venster. En het idee is altijd heel eenvoudig. U zet het tijdstip dat u wil waarnemen, let wel, wintertijd of zomertijd, beide staan aangeduid. U zet het tijdstip dat u wil waarnemen, we zullen maar zeggen 9 uur, hier op eind november. Wel, dit is het gedeelte van de sterrenhemel dat nu in deze periode 's avonds om 9 uur te zien is. Wil u kijken voor morgenochtend? Geen probleem. We draaien verder. We zetten nu 6 uur 's morgens op eind november. En wel, we zien, het is al een heel ander stuk van de hemel dat te zien is. Maar één belangrijk aspect moet ik u toch vertellen. We zijn allemaal gewend van zo op een sterrenkaart te kijken. Als ware het landkaart.
Maar het is geen landkaart natuurlijk, het is de sterrenhemel boven ons hoofd. Dus eigenlijk strikt genomen moeten we wel zo kijken. Het is de sterrenhemel boven ons hoofd. Natuurlijk, ik weet ook wel, als u 5 minuten naar boven staat te kijken, krijgt u verschrikkelijke rugklachten. Maar hou altijd in gedachten dat u de kaart zo moet bekijken. Want anders zit u met een spiegeling tussen boven en onder, links en rechts, gaat het noorden of het oosten op de verkeerde plaats staan. Dus hou altijd in gedachten, het is de sterrenhemel boven u. Het is in principe op die manier dat u naar de sterrenkaart moet kijken. En natuurlijk zitten we ondertussen al lang en breed in het digitale tijdperk. En loopt iedereen met een smartphone of een tablet rond. En daar kunnen we ook in de amateursterrenkunde heel sterk gebruik van maken. Dat is echt een powerhouse van mogelijkheden. Zowel voor de beginnende waarnemer, die nog zijn weg aan de hemel moet zoeken, als voor de ervaren waarnemer, die is beu is van met van die enorme papieren atlassen te gaan rondsleuren 's nachts bij het waarnemen. Je moet maar eens rondkijken, of maakt nu niet uit of je nu met iPhone of Android werkt. Er zijn letterlijk tientallen van die apps in omloop. Die één heel nuttig ding doen. Ze wijzen u wat er te zien is aan de hemel, waar u het toestel naartoe richt. En die werken allemaal op die handige sensoren die daarin zitten. Want daar zit een digitale waterpas in, daar zit een digitaal kompas in. Je moet die soms wel een beetje helpen, want dat is niet tot op de graad nauwkeurig. En wat daarbij helpt is het als het ware is te gaan kalibreren. Dat is die typische achtvorm beschrijven aan de hemel. En dan ga je merken, dan gaat die al ietsje nauwkeuriger vertellen wat er in die richting te zien is. Ik gebruik nu een heel basic pakketje, dat heet SkyMap. Hoe evidenter kan een naam zijn voor zo'n app? Een andere heel nuttige die ik hier staan heb, heet Sky. Lijkt ook een evidente naam, alleen het is een beetje een woordspeling. Woordspeling op sky, de hemel, en eye, het oog. En dat heeft één heel nuttig dingetje dat je kan instellen via indirect mode. Want normaal gezien, wat dat die toestellen nu vertellen, is wat er aan de hemel te zien is in de richting dat u de smartphone houdt. Met die Sky kan je bijvoorbeeld ook monteren, met een 3D-printer kan je er gemakkelijk ietsje voor maken, monteren parallel op een telescoop. En dan is het natuurlijk niet de richting dat de sensor of de smartphone kijkt, maar de richting dat de telescoop kijkt. Dat kan je met die indirect mode instellen. En je moet dan de telescoop maar mikken op een ster die je kent. En aan de smartphone aangeven, dat is ze. En vanaf dan weet hij onder welke hoek dat hij staat. En daarmee kreeg je het eigenlijk als een soort van heel eenvoudige computersturing voor uw telescoop gebruiken. Niet extreem nauwkeurig, maar bij kleine vergrotingen zeker wel handig in gebruik. Dat zijn gratis versies, of met soms een betalende upgrade ervan. Eén pakket dat echter absoluut niet gratis is, maar elke euro waard is, is Sky Safari. U heeft het eigenlijk in 3 modellen, gaande van, ik denk dat het basismodel 5-6 euro of zoiets is, tot de meest gesofisticeerde, ergens tussen de 30 en de 40 euro, afhankelijk van de aanbiedingen. En die Sky Safari is al een hele stap verder. Dat is niet alleen meer voor de beginnende amateur, maar ook voor de gevorderde amateur, dus met de allergrootste telescopen. De databank die hier in deze Sky Safari zit, die is zo enorm. Daar zie je meer objecten in dan wat ik met mijn grootste telescopen op de donkerste plekken in de Ardennen ooit mag dromen van te kunnen zien. En wat bovendien ook kan, is het aansturen van telescopen. Als je een beetje een computergestuurde kijker hebt, je kan hem laten aangeven wat het beeldveld is. Je kan er volledig al uw oculaire en al uw telescopen in programmeren.
maar ook bijna onmisbaar. En een aantal van die gratis pakketten hebben dat ook wel. Maar hier blinkt hij wel in uit, Sky Safari, is dat je ook een nachtlichtmodus hebt. He, want we hebben daar net zo sterk op gehamerd, he. Bij het sterrenkijken gebruik je altijd een rode zaklamp. Maar ja, nu gaan we met het heldere schermpje van een smartphone of een tablet aan de slag. Dus word je toch weer verblind. Behalve als je dat kan forceren in roodlichtmodus, he, zoals deze Sky Safari doet. Dus tientallen modellen, ik heb er hier maar een paar beschreven, maar tientallen verschillende apps die eigenlijk u het leven veel gemakkelijker maakt als amateurastronoom.